So, hello. Terug had ik een hobby en dat was een beetje elektronica, prutsen, brullen, veel kapot doen en niks verwezenlijken. Maar wel goed amuseren. Nu begin ik stilletjes aan van alles te leren. Ik heb op het werk interessante mensen tegengekomen die mij... Ik ben er nog bruingoedtechnieker, ik herstel zo DVD, hi-fi apparaat en al wat dat met klank en zo te maken heeft. Versterkers, tuners, noem maar op, cassettedekken maken wij nog, tot video's maken we nog. Ja, dat is een recyclagebedrijfje zo. Hè. En verkopen dat dan aan goedkope prijzen voor mensen die dat dan willen kopen en die niet veel geld hebben. Noem het dan een kringwinkel. Ja, ik werk dus in de kringwinkel. Hier in Haarlem. Het interesseert me altijd veel. Elektriciteit, elektronica, metaalwerking, houtbewerking. Al wat dat zo wat met techniek te maken heeft. En een goede technieker die heeft altijd iets nodig. Wat dat hem zijn spanning uit kan halen, bijvoorbeeld. Laten zien. Batterijen. Het verschillende batterijen natuurlijk. Maar met pillen werken, ja, dat is op. Dus zijn we plat en zo. En dan heb ik mij dan toch maar voedingske gemaakt. Ik heb dat op het internet gevonden. Voedingske van LM317. Dat is een gestabiliseerde voeding. Heel stabiel. Wat dat betekent, ik weet het niet echt. Ik zal het nog wel uitvinden, ontdekken. En dat is ze. Ze ziet er simpel aan. Transformator, een gelijkrichter, een condensator, een voor het storen. En dat is een LM en hier ook nog, een condensator ook nog. En hier is dan de uitgang. Ja, dat is dus een straatje met een einde. Ja. Maar, natuurlijk. Peter had niet al de componenten. En ze hebben hem gezegd, dat stuk zo nou niet voor het experimenteren. Kan u dat wel lukken? En ik zeg u mijn eigen. Hopla, en we zijn er maar toe. Dus wat heb ik hier? Hier. Met een transformator. Gewoon een transformator van een oplader, een oude oplader dat ik nog had. Hè? En van die transformator gaan we naar de... Ja, dat printje, zelf gemaakt. Ja, een beetje onorthodox. Want dat is gewoon met draadjes doorgestoken op een oude printplaatje. Alles afgescheurd, dat daar doorgestoken. En dat erop gemonteerd. Ja. Direct al een probleem ontdekt. Die stabilisator, die een LM. De 317, die wordt fameus heet. Dan heb ik die maar afgekoeld met zo, hè, ja. Maar er is toch wel een probleempje bij. Kijk goed. En als ik niet oppas, dan heb ik... Jawel, ja, zit een keer scherp. Hallo. Zo, dan heb ik een probleem, want dan zit het koelinstrument, het koelelement tegen mijn contacten hier. En dan gaan het natuurlijk niet content zijn, want dan gaat dat kapot gaan. Ja, maar ik ga dat even kort bij laten. Denk ik. Dat is schakelingske. Zo, hè, ik heb dat daar gewoon zo opgetekend met alcoholstift. En dan van achter. Laps, ja. Op de grond gevallen. Maar fijn. En dan van achter heb ik dat gewoon zo met draadjes bij elkaar gefoefeld. Dat is niet de goede manier, maar het werkt. En wat is daar nu de bedoeling van? De bedoeling is dat we een regelbare voeding hebben. We hebben daar een potentiometer bij voor 500 kilo-ohm, gelijk dat erop staat. Maar ik had natuurlijk weer niet de juiste weerstand. Ik heb dan zo die twee zo. Hier. Ziet het niet? Wacht. Een beetje kort erbij. Zo.
Ja, zie je hier die twee weerstandjes. Waar zijn ze? Ah, hier. Die en de en die. Allee, ik heb die zo. Dat was al wat ik had. En die komen niet op de juiste waarden uit. Dus wil dat zeggen. Dat kom ik even verliezen. Een beetje minder als dat ik moet hebben, maar ik heb toch wel iets. Kijk goed. Ik ben er content mee. Volgende keer gaan we dat wat beter arrangeren. Zo, lichtje aan, metertje aan. En langs deze kant is de negatieve, langs de andere kant is de positieve. En ik heb het hier zo een beetje gearrangeerd. Ik voegel dat daar zo wat onder, hè, want dat is toch allemaal maar een opstelling. Zien dat die daar niet raakt. Straks doe ik daar een plakbandje onder, dat die, als die raakt, dat die niks kan doen. Dus wat gaan we nu doen? Ik pak mijn potentiometer. Mijn meter staat op 0. Nu staat hem al direct op 6 volt. Maar ik kan die dus werkelijk lager zetten. Kijk. En dan gaat hij naar. En daar ben ik al heel content mee. 0,68 volt. Kijk. Moet ik kort erbij zetten. Waar is het? Ah, hier. Oei, dan moet ik dat een beetje loszetten. En dat we zo. Ja, ja. Oké, okay, we zijn er. Ja, oké. Okay. Zo, en een beetje korter bij. Zie je dat? Kijk wel. Hè. Dus, ik ga naar de 6,76 een millivolt. Nee, volt. Ja, volt. Hè? Dat is volt, dat is milli. Ja, ik weet het. Oké, die kant. Zo, is dat niks. Ik ga dat rap afzetten, want hij is toch kapot. Ik heb voelen dat hij zijn warmte neer. Ja, ja, zijn warmte gaat weg. Hij wordt niet heet. Hij kan dus aan zijn warmte af. Voilà. Is dat niks? Dat is niet veel, maar het is toch heet. En die kunnen we gaan experimenteren met... Met van alles. Ik ga een beetje experimenteren met diodes en zo van die. Simpele schakelingen, maar voor mij is dat niet simpel natuurlijk. Ik moet altijd zien. Hè. Vroeger als ik zoiets maakte, dan maakte ik dat en ging het niet? Ja, dan ging het niet. Maar nu is dat wat anders. Nu moeten we dat gaan uitmeten. Ik word, krijg dan een beetje een opleiding op het werk en zo. En ik heb nog een kameraad, Evgenie, die kan mij dat allemaal wel uitleggen. Dus, we zijn wij vertrokken. Hè. We gaan winnen. Ah nee, dat was niet. Dus ja. Je ziet wel, hè. We blijven niet stilzitten. Eigenlijk wel.